Welkom terug, trouwe kijkers en nieuwelingen op het internet die graag filmpjes van auto's bekijken. Vanuit welke content dan ook. Het zij poetswerk, reviews, etc. etc. Vandaag op het programma een Seat Mi die gepolijst moet worden. En dan heb ik het niet over de lak, maar over de ramen. Wat moet er gepolijst worden? Er zit schade in de voorruit. Die moet compleet gedaan worden. De twee zijruitjes. En de achterruit. Waar de nodige krassen in zitten van ijskrabbers. Rest mij de ramen even schoonmaken. Auto even afplakken. En dan mijn materiaal bij elkaar zoeken. En dan kunnen we aan de slag. Ik heb daar de hele dag de tijd voor en dat moet op zich moet dat lukken. De achteruit is het slechtst. Daar moet ik ook nog even het ruitenwissertje van afhalen. Voordat ik kan gaan polijsten. Zo gezegd, ik ga eerst even de ramen even schoonmaken, wagen afplakken. En dan hoop ik je nog verder in de video te zien. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Ik zal even laten zien waar de schade zit in de voorruit. Nou, dat is duidelijk, hè? Dat zijn de bekende ruitenwisselbladen. En er zitten heel veel oppervlakkige krassen in, die hopelijk te zien is via dit beeld. En anders stap ik even in de auto. Deze zijruit is nog niet helemaal droog, maar er zitten ook een aantal krassen in. Hier bijvoorbeeld zit er één. Dan gaan we even naar de achteruit. Nou, die zit vol. Met name hier bovenin. Hier een lange. Hier zit een hele scherpe. En dan hebben we de andere zijruit. Daar zit een en ander in. Ik stap even in de auto. Even kijken. We gaan het even kijken. Oh ja. Hier zit een kras. Hier zit een kras. En even van de voorruit. Kijk, hier zie je heel goed. De schade en er zit heel veel oppervlakkige schade in. En dan hebben we hier de zijruit nog. Waar schade in zit. Ja, soms zie je het heel goed en soms kun je het heel slecht zien. Maar de schade zit er wel degelijk. Ik stap even weer in de auto. Uit de auto. Even terug op de cameravoet. Zo, ramen heb ik in ieder geval even alvast schoongemaakt. Ruitwisselblaadje heb ik er vanaf gehaald. Ik ga nu de wagen het laatste stukje even droog maken, zodat het plastic wat makkelijker blijft plakken. En dan ga ik als eerste met de voorruit beginnen. Daarna pak ik de achteruit en dan als laatste de twee zijruitjes. Zo, here we go.
Even een klein stukje tussenstand. Links moet ik nog doen. En rechts is klaar. Even een snelle andere tussenstand. Voorruit is klaar. Ik ga nu aan de achterruit beginnen en daar moet ik schuren. De voorruit heb ik kunnen polijsten en de achterruit moet ik schuren en polijsten. Net onder de rand. Met glaspolijsten garandeer ik 80%. En ik ga altijd proberen 100% te halen. Maar in dit geval gaat het niet lukken, want we zitten te dicht bij de rand. In verband met warmteontwikkeling. Achteruit is ook klaar, 80% is eruit. Want deze achteruit was echt heel slecht. Maar goed, dat is ook wat wij garanderen, 80%. En alles wat ik er meer uit kan halen is meegenomen. Rest mij alleen nog de twee zijruiten nog even polijsten. En dan is de Xeat Mi is klaar. En kan die terug naar de eigenaar. Maar goed, zover is het nog niet. Deze ruit is ook klaar. Ik had één stapje had ik al gepolijst en toen kwam ik toch, zag ik toch nog door ander licht, zag ik toch nog wat diepere krassen zitten. Dus ik heb uiteindelijk toch het ruitje nog geschuurd en uiteindelijk weer op glans polijsten. Deze is klaar. De laatste aan de bijrijderskant, die gaan we nu onder handen nemen. En die is zo te zien alleen echt alleen polijstwerk. Dus... tot zover.
Zo, het paleiswerk zit erop. Het schuren, het paleiswerk. Nu het plastic weghalen, de rest even de auto schoonmaken en dan kom ik zo meteen nog even bij je terug. Seat Mii is klaar. Ramen gedaan, vooruit, twee zijruiten en een achteruit. Ramen binnenkant en buitenkant schoongemaakt, laatste materialen uiteraard opgeruimd. Ruitenwisselblaadje weer teruggezet. En de auto kan terug naar de eigenaar. Bij deze wil ik zeggen weer bedankt voor je belangstelling. En wellicht zie ik je in de volgende video. Ciao. Oh ja, en je krijgt mij toch uiteraard nog even een rondje van de zaak.